Welkom, dames en heren. Wat leuk dat jullie er zijn. Ze zijn er klaar voor. Ze hebben er zin in. De stembanden zijn gesmeerd. Dus het dak mag eraf met de heren van Lep. Hey, Johan. Hey, Peter. Hey, waar zijn we, dames en heren? Wat is dit mooi. Ja. Echt, serieus. Fantastisch. Bij Stadspaviljoen zijn we. De huiskamer van Eindhoven. Ja, dit is Lampengat. Van Lampengat, inderdaad. Ja, dit is waar wij als Lep... Hier zijn we begonnen. Ja, hier zijn we wel begonnen met een actie. Een ludieke actie. Een ludieke actie, inderdaad. Want het scheelt, het hangt hier nog boven trouwens. Het hangt hier nog boven, dus don't panic. We hebben toen inderdaad het schild geleend, mag ik dat zo zeggen? Ja. We hebben het schild geleend van de federatie. Want ja, jullie weten als doorgewinterde Lampengat, dat de Lampengat erin is. Hier hangt het schild van de federatie. Van de federatie, ja. Dus die hebben we gewoon ludiek meegenomen en... Als Lep hebben we daar een liedje over gemaakt. Ja, en toen hebben we nog een liedje gemaakt. Ja, de liedjevis was fantastisch. De liedjevis is meegedaan. En toen hadden we het idee van ja, dit kriedel, dit. Dit gaan we volhouden. Dus uiteindelijk. Nog een liedje gemaakt. Twee liedjes. Tel even mee, hè. Ja? We hebben nog een liedje gemaakt. Dat is de nieuwe. Oh, dat is de nummer 3, hè? En er zit nog een vierde liedje in de pen. In de welke pen? In mijn pen. Een houten pen? Ja. Pulpen, whatever voor pen. Maar het vierde liedje is gewoon nog een leuk liedje. Maar het derde liedje is eigenlijk bedoeld voor het liedjesfeest. En we hopen dat misschien toch doorgang kan vinden. Want ja, het zijn natuurlijk voor iedereen zijn rare tijden. Het zijn voor rare ons tijden. Ook, voor jullie. Maar ja, wij gaan toch ons ding blijven doen. Hè? We hebben toch zoiets van... Ja. Ja. We blijven toch een beetje ons ding doen. De vlogs die we nu doen, gaan we op blijven nemen. Liedjes. Laat je niet bij de pakken neerzetten, weet je wel. Nee, ik zou zeggen, probeer het Lampengat Carnaval toch te vieren. Zo goed en kwaad als het kan. Ja. Het zal niet zo zijn als andere jaren. Nee, maar ik denk als we dit jaar voorbij zijn, in 2022 moeten we dat feest dubbel gaan vieren. Ja, dat gaan we dubbel en dwars inhalen. Dat gaan we doen. Dat komt in ieder geval goed. Daarom. Ja, Johan, ik stel voor dat we de Lampengat van zijn Lampengat er eens een hart onder de riem gaan steken. Yes. Het 11 november komt eraan. 11 november komt eraan. Nou ja, is nu eigenlijk al, dus vandaag, want wij nemen de clip eerder op. Dat is gek. Ja, dus ik stel voor, maak alles oranje-blauw. Alles oranje-blauw, hang het voor je raam. Alles oranje-blauw, ja. Trek iets oranje-blauws aan. Whatever, een vlaggetje, een sjaaltje. Delen op Facebook, Instagram. Deze donkere tijden, het is echt al 5 uur al donker. Gooi gewoon die kleur erin, oranje-blauw. Yes. Ik zeg tegen dames en heren, welterusten. Welterusten, joh, wat heb je nou? Ik heb niks. Maakt niet uit. Ik zou zeggen, hallo, bedankt. Tot de volgende keer. Salai. Wat is dit voor wekker? Johan. Hij doet het niet.